Vandaag maken we vegan fudgy chocoladekoekje. Deze koekjes zijn zo fudgy dat ze gewoon aan je tanden plakken. We beginnen met wat tarwebloem en dit mengen we met cacaopoeder, paksoda, ook wel zuiveringssaus, espressopoeder en wat zout. Als je espressopoeder niet wil gebruiken, kun je dat ook weglaten. Dat versterkt gewoon alleen de chocoladesmaak. Neem dan wat vegan boter. Ik gebruik plantaardige margarine van Wayang. En klop dit tot romig met lichtbruine bastardsuiker. Voeg dan het bloemmengsel toe en klop tot het een zanderig geheel is. Het zal op dit moment nog geen koekjesdeeg zijn. Doe dan wat ongezoete amandelmelk erbij en klop het totdat het een deeg vormt. Dit deeg is heel plakkerig, dus je kunt het na verloop van tijd beter met een spatel dan met een mixer mengen. Voeg dan wat chocoladestukjes toe. Ik gebruik pure chocolade, ongeveer 75%, maar je kunt elke chocolade gebruiken die je maar wil. Vorm deegballetjes van het deeg en leg deze op een bakplaat of op een bord om in de koelkast te rusten. Na een half uur tot een uur kun je deze koekjes in een voorverwarmde oven bakken, precies 12 minuten. Daarna laat je ze volledig op de bakplaat afkoelen. In tegenstelling tot andere koekjes kun je deze koekjes niet na 5 tot 10 minuten van de bakplaat afhalen, maar moet je ze helemaal afkoelen om stevig te worden. Als ze helemaal afgekoeld zijn kun je ze serveren met een lekker glas melk of gewoon bij een kop thee. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Geef deze video een duimpje omhoog als je het lekker lijkt om deze vegan fudgy cookies te proberen. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.